gezellig is hier. Met al dat volk hier zo. Dan wordt het gewoon gezellig. Ja. Wat maakt het dan zo gezellig? Ja, feesten en drinken en roken en tot laat. En tot laat? Ja, dan moet ik weer werken, hè. Ja, je moet weer werken? Ja, op achteruit. En deze ken je vast ook wel. Mensen zijn paardenpiet, een afschadepiet. En hij deed nog in de tas ook al weer niet als een piet. En als je die twee dingen samenvoegt, dan krijg je een nieuwe hit. En hier op de bouwvakfeesten in Oud-Lutten, waar de woorden feesten, drinken, roken en tot laat werden uitgesproken, treedt Bukkers op met het gloednieuwe nummer Tot Laat. En als uit de VO zijnde, moet je daar natuurlijk bij zijn. Precies dat, ja. Ik heb niet kaats, maar ik loop me zak. En alles aan vlak me vlak. Ik heb het altijd willen winnen. Hoe heeft dit vorig jaar geleefd? Omdat de bouwvakfeesten ineens overal te zien waren dankzij Jesse. Ja, dankzij Jesse. Nou ja, het hele beleven natuurlijk. Dat zo'n jochie op een hele leuke manier er van alles over weten vertellen is dat leuk. En dat ze dat vanavond een gehoor aan geven is alleen maar mooi. Hoe ging dat vorig jaar? Want toen sprak ik jullie ook hier. Ja, ik zei tegen Jesse van kom, we gaan een interview. En toen, toen liep me er hè. En toen zei Jesse, ja, feest en drinken en roken en te laat. Maar heb jij me een beetje overgehaald? Half. Nou, die zingen maar een beetje. Welkom in Zomaar op reis! Wij deden de opening met een vriendengroep. En toen kwam Jesse naar ons toe. Ja, ik ben geïnterviewd. En ik zei dat we hier donders gingen feesten en drinken en roken. En toen de volgende dag gingen we op televisie kijken. En zagen we dat op tv donders lachen. En toen die volgende dag keken we op TikTok. En miljoen views of zo. Dat is mooi. De flessen bieren en de sigaren. Een mooie dealer. En wie is het dikste? De flessen bieren en de sigaren. Een mooie dealer. En wie is het dikste? Hoe heb je dit allemaal beleefd? Want het is nogal geëxplodeerd sinds vorig jaar dat wij hier samen stonden. Ja, dat klopt. Hoe was dat voor jou? Ja. Raar. Want wanneer kreeg je in de gaten dat het zo groot werd? Nou, toen als iedereen een foto met mij wou, toen kreeg ik dat in de gaten. Ik dacht, dit is niet best. Hoe was het voor jullie als ouders dan om te zien dat hij overal ineens oppopte, laten we zeggen. Hij was op Facebook, op TikTok, op Instagram, overal kwam dat fragment voorbij. Heel apart, ja. Elke keer dan, of mijn dochter ook, die kwam dan, die zei, kijk aan wat er nou weer staat, kijk aan wat er nou weer staat. Nou, dat ging echt helemaal, ja, bijna nergens meer over. Ik denk, en dan dit jaar weer. Ik denk, nou... Want jullie hebben zelfs t-shirts laten maken. Ja. Want waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, daar vond iemand waar mijn mama woont, die vond dat leuk om dat te doen. Dus die hebben dat gemaakt. En iedereen wou er een. Dus er lopen we straks meer met deze shirt. Oh, die sting in de lem en het bief gaat verdort. Zie staat de mensen aan meer op de winterspot. Zie weer van die klippel en de klok in de lucht. Hoogste voor Jandere Lu. Oh, Jandere Lu. Oh, waar heb ze dan geschikt? Oh, Jandere Lu. Oh, als geleden in de strik. Hoogste voor Jandere Lu. Nou, jij bent ook overal op elk sociale medium te zien geweest. Ja, klopt. Hoe was dat voor jou? Nou, ik keek er niet zo van naar. Nu had mijn broer al heel veel met groep, dus ik keek er zelf niet zo over naar. Maar wanneer kreeg je in de gaten dat het filmpje zo geëxplodeerd was? Meteen de volgende ochtend. Dan, mijn broer die,
zat al zo op de bank en die zei dan, goh, ik krijg al filmpje door iedereen doorgestuurd. En mijn vader belde dan en zo. En die zei dan, ja, Jess is overal weer te zien en op TikTok is hij viral en dit en dat. Jij hebt eigenlijk ook een hele mooie rol gehad, want jij zegt, oh, morgen weer, hij moet weer op de trekker zitten. Ja, maar het is ook zo. Ja, je moet weer werken? Ja, op de trekker zitten. Weet je daarover ook aangesproken? Ja. Ik zei vooral ook, hij had van de kinderen en zei, hey, je bent dat meisje die ernaast stond van Feest de Dingen Rol van die keel. Dus ik, ja, dat klopt. Want is dat een beetje hoe jouw broer altijd is? Zoals hij tegen mij stond te praten vorig jaar? Of deed hij een beetje stoer? Nou, zo is hij meestal wel. Dacht je toen meteen, oh ja, dat is typisch Jesse? Of deed hij een beetje stoer? Nee. Toen had hij echt zoiets. Hij zei 's morgens in de auto al, mam, ik denk dat ik op televisie kom. Maar opa en oma weten nog niet dat ik rook, hè? Ik zeg, nee, ik denk nou wel. Ik zeg, ja, en hij drinkt. Handige Harry. Wat vonden jullie daar als ouders van dan? Dachten jullie, oh, laat maar gaan. Ja, maar hij rookt al in huis. Ik wist het al. Had je dat verwacht, dat het zo groot zou worden? Nee, ik had niet verwacht. Jesse is zo'n klein fan die van 16 jaar. Had ik niet verwacht. Maar ook weer wel. Gewoon grappig. Hoe heeft dat hier geleefd in het dorp en de omgeving? Geweldig. Ach, bij TRS is gewoon een sloot. Kwam iedereen ook naar hem toe, mag ik een foto en zei iedereen feesten en drinken en roken. Ah, dat is gewoon grappig. En vinden mensen dat hier leuk of zijn ze er een beetje zat van? Nee hoor, dat is hartstikke leuk. Hoe meer gekkigheid, hoe leuker dan steeds. Ja, nee, dat leeft wel hier. Ja, want wat is dit voor gemeenschap? Ja, wat is het voor gemeenschap? Een beetje een Twente, Achterhoek, Zalland, echt een boerengemeenschap. Ons kent ons, nabeschap, ja, noem maar op, dat soort dingen. En dat vind ik je mee. Want zo'n keer zoals Jezus, voor wat is de manier? Zing dat nu met Jezus, want zijn liefde is groot. Maar als je Jezus wordt tegen, het is eigenlijk een verjaardagsfeest van een groep kameraden. En zoals gisteren, nee, vandaag is er weer eentje jarig, vorige week was er een jarig. En er is zo'n goede 30, 33 jaar geleden is er begonnen met een feestje. Ook hier op hetzelfde terrein een heel klein bungalow tentje. En daar mocht ik ook aan tappen. En we zijn nu ook alweer 33 jaar later en ik ben er nog steeds. Leuk. Ik heb het gevoel dat iedereen elkaar een beetje kent. Nou ja, dat is het dorp. Ja, je hebt hier gewoon een aantal feesten, Lut Live, de feestweek gewoon. Dus wij hebben best wel veel te doen als klein dorp. Wij zijn best wel heel klein. Dus we hebben heel veel festiviteiten wat ze organiseren. Dus je komt elkaar weer tegen, oude klasgenoten van vroeger, die je al jaren niet hebt gezien. Ja, dan zien we mensen. Ik zeg, nou, was die er ook? Ja! Nou, dat is het leuke. Heb je bier? Eh? Heb je een biertje? Nee. Nee, wat is het dan? Een radler. En wat is er nou zo leuk aan deze feesten? De feesten en drinken en roken. En tot laat. Want wie wil leven in de brouwerie? Die groepjes waar ze opstellen in Rio Madrid. Er is plaats genoeg voor u en mij. Wanneer hoorde je dat Bukkers een liedje ging schrijven? Voor 2 weken terug, vorige week of zo. Ja, vorige week toch? Bukkers liedje. Dat was anderhalve week geleden. Oh, anderhalve week geleden. Toen heb ik dat gehoord voor het eerst. En wat dacht je toen? Ja, mooi nummer. Grappig toch? Ja, je dacht meteen, oh, dit wil ik wel. Ja. Belde Bukkers, die zei van ze wilden een nummer maken op zijn tekst. Ik zeg, nou, wat vind Jesse daarvan nou? Ja, die heb ik nog niet belt, ik heb druk. Ik zeg, nou, dan zal ik die maar inbellen, want het lijkt mij wel handig dat hij het ook leuk vindt en niet alleen wij allemaal. Maar dat vond hij wel leuk. Maar ja, toen ging het steeds verder. Maar ik denk, nou ja, ik moet er wel een beetje boom op zitten, maar niet te veel, maar hij moet het wel willen.
Nou, ik volgens mij Hendrik Jan aan de telefoon gehad. En die zegt, vindt hij het leuk om op het podium te komen en zo. Ik zei, ja, dat zal ik hem ook vragen. Want hij moet het doen, ik niet. Want ik ga daar niet staan. En hoe vind je dit dan nu allemaal, dat er een liedje wordt gemaakt? Ja, dat vind ik donders mooi. Waarom dan? Ja, het is toch je broer, hè? Nou, kijk, dan heb je gewoon het mooiste voor hem. En heb je het liedje al gehoord? Ja, zeker. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel een donders mooi nummer. Maar mijn moeder zat hem elke minuut te luisteren. Dan denk je ook wel een keer van... Ik ken de tekst al, stop maar. Maar jouw zin zit er ook in. Zijn mijn zin er ook in? Van morgen weer op de trekker. Oh. Dat heb ik niet eens zelf gehoord. Ik heb hem geluisterd, ik vond hem wel echt super gaaf. Ik ken de hele Bukkers niet. Nee. In één keer moest ik Annie in de bochten of uit de bochten of... Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, ze zijn toch best bekend? Ja, nee, Jesse kent alles en Alex ook. Maar het zei mij helemaal niks. Maar Annie in de Bucht of Utrecht, ik weet het niet. Maar dat was de beroemdste. Ja, zijn ze. En nu tot laat. En nu tot laat. En nu is er zelfs een liedje gemaakt. Wat vind je daarvan? Dat vind ik anders leuk voor hem. Het werd in de groepsapp gegooid. En we zijn meteen, yes, daar moet je geld voor vragen. Maar ik heb het liedje één keer geluisterd. Ik vond het wel een leuk nummer. En ik ga vanavond vooraan het podium staan. Ik wil alleen mijn shirtje van Jesse. Ben je ook een beetje trots op Jesse? Ja, ik vind het gewoon dons mooi voor hem. Gun ik hem wel. Ja hoor, zo'n jochie, ja, iedereen die kent Jesse wel. En ja, die heeft een soort leuke uitspraken. Het is een lekker vlotte jongen. En ja, dat vindt iedereen leuk. Hebben jullie ook een beetje zin in vanavond? Ja hoor, wat druk en wat biljart vannacht en ja, we zien het morgen wel weer verder. Maken jullie het vanavond nog een beetje laat? Dat denk ik wel. Tot laat. Ben je er nu wel een beetje klaar mee of? Ja. Het nummer schreef eigenlijk zichzelf, hè. Wij zagen dat vorig jaar op televisie. Feesten en drinken en roken en tot later. Dat is natuurlijk al een kreet waar je u tegen zegt. En toen zei hij ook nog, ik moet morgen om 7:30 eruit en trekker rijden. Nou ja, en dan wekker en trekker, dat rijmt ook al op elkaar. Dus ja, het nummer schreef zichzelf. We hebben helemaal niks aan hoeven doen. En wanneer besloten jullie, dit moet uitgebracht worden? Dit moet echt een nummer worden? Wij hebben het er wel eens over gehad vorig jaar, van daar moeten we eigenlijk een liedje van maken. Maar toen houden we niet echt een haakje of zo. En nu zo... En nu zagen we dus dat we hier in Oud-Lutten op dit feest stonden. En toen dachten we, nou, dan gaan we gewoon een diepte-interview zo. Dan maak ik er ook in last. En toen dacht ik, dan staan we hier, dan kunnen we er ook wel een liedje van maken. Dus toen hebben we studio geboekt. 2 dagen na de Zwarte Cross. En toen zijn we gewoon gaan zitten met elkaar. En dat is met deze gasten heel tof. Je komt binnen met een idee. En dan ga je met elkaar een uurtje zitten. En voor het weten heb je een liedje. Dat gaat heel snel. Gaat het inmiddels weer goed? Leuk, En hoe ging dat opnemen dan? Hadden jullie meteen in de gaten van, nou, dit kan wel eens wat moois worden, of was het eigenlijk bedoeld als een geintje? Ja, ik ging erheen met het idee van, volgens mij wordt het een geintje. Het wordt een geintje. Ik had een beetje zo'n carnavalsding in mijn hoofd. En toen kwam ik aan en Stef had zijn drumstel opgebouwd. En hij had dan een gitaarversterker staan met een behoorlijke sound. En toen zegt Stef, die zegt, we gaan vandaag AC/DC doen. Ik zei, oké, dat kan ook, dat is ook een benadering. En toen gingen we dat doen en toen dacht ik, jezus, dit is eigenlijk veel gaver zo. En toen keken we elkaar aan van, ja, eigenlijk wordt het veel toffer dan we verwacht hadden. Dus toen werd het toch wel een heel leuk liedje. En dan, eigenlijk ben je het stadium geintje wel voorbij.
En Jesse zag het ook wel zitten. Ja, die hebben we gevraagd en die was heel trots. Die vond het hartstikke mooi. Dus we gaan hem zo meteen bijhalen. Hij mag, als hij wil, bij ons op het podium staan. Maar dat weet ik niet of hij wil. Moet zo maar even kijken. En hoe denk je dat het hier ontvangen gaat worden? Ja, op de plek waar het allemaal ooit begonnen is. Ja, we stonden eergisteren op Dickie Woodstock en daar hebben we gespeeld. Even om te proberen en daar ging het dak er al af. Dus ik denk dat ze hier de tent afbreken. Want ja, hij doet het ook heel goed op Insta en YouTube en zo. Gaat hij ook zo, vuur, wat mag er veel bekijken. Dus het is een soort van instant classic is het eigenlijk. En wat voor reacties krijgen jullie nu al dan? Nee, heel veel. Het is heel grappig. We hadden natuurlijk een hartstikke mooie single. We hadden hier de tent uitgebracht. En een hartstikke goed liedje. Heel mooi. We waren heel erg trots op. Heel erg ons best op gedaan. En dan heb je dus zo'n ding waar je in een middagje even op de band kwakt. En dat haalde hem gewoon helemaal in, weet je wel. Ja. Dus de reacties zijn alleen maar heel positief. Hebben jullie hier dan ook extra veel zin in? Om het bij thuispubliek te spelen eigenlijk? Jawel, jawel. Dit wordt, ik kan me zo voorstellen dat dit wel een feestje wordt hier vanavond. Ja, daar ben ik helemaal niet bang voor. Alles goed? Ja, met mij wel. Mooi zo. Nou, we hebben een mooi pakketje voor jou. Oh ja. En shirtjes voor de hele familie. Ja. En hier zit van alles voor de familie. Mag ik die aantrekken? Voor? Wat zeg je? Voor? Dit is, want hierin zit het allemaal voor jou. Ja, dit is allemaal voor mij. Ja. En dit? Is voor je moeder en je... En je eenmanpak, jongens. Eenmanpak, jongens. Heel goed. Wat is die? Nou. Mijn pakjes aan. Betty, mag ik hem al aantrekken? Zeker, van mij wel. Nou, heel veel kast vol. En twee tickets voor het theater. Die kent ze niet. Oh ja, twee tickets voor theater. En theater ook komen bij ons. Ik voel hem ergens. Wat voor theater? Dat wil ik niet. Mooi. Dat is mooi. Ja, ik vind deze leuk. Dan kom je er even aan? Ja. Je hebt een hele grote deur met shirtjes die gewoon het publiek in. Heb je zin om ze erin te gooien? Tijdens het nummer? Gewoon gooien. Gewoon één voor één het publiek in gooien, tijdens het nummer. Nou, even best. Vind je dat leuk? Ja, maar mij niet uit. Ben je deze afgesproken dan? Wat moet ik met dit dan? Ja, dat kan ik niet met zo'n ding. Je hebt ook een tour met je, zie dat? Nadals. Een nadals. Hartstikke idee. Yeah! En wat gaan we vanavond doen? Feest, drinken en horen te laten. Ja, en wie ben je natuurlijk niet zomaar? Ik ben hier niet alleen voor de gezelligheid, van wie heeft vandaag een speciale gast bij ons op het podium. En ik denk dat jullie hem allemaal wel kent. Dames en heren, ik wil graag een ongelooflijk oorverdovend applaus voor Jesse Moore! Ja, dit is toch ondertussen wel de helft van de ontluchten naar hier. Jesse, hoe is het? Ging het goed? Ik heb een shirtje aan, hartstikke mooi man. Natuurlijk, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, maar de aanleiding was natuurlijk het interview van TV Oost. Wat ze hielden met Jesse. En toen zei Jesse de legendarische woorden. Maar misschien zou je nog een keer in de microfoon willen zijn. Ja, weet het wel. En dames en heren, even doodse stilte. Hier komt Jesse. Let maar eens even. Feest, drink en rook en te laat. Het was nu TV-Oost. Ze filmden door een feestje en iedereen zei proost. Ze spraken door een jongen nog in de puberteit. Het was een riezen in het oosten, want weet ie wat ze zei? Feesten en drinken en roken en talaan. Een half acht gieten en kruin. Feesten en drinken en roken en talaan. Wat man weer op te trekken. Ja.
ook nog huwelijkast. De stoel ging naar de schuren en pak die stalen ras. Die ons thuis dreigende klinkers, ik spuit naar het café. Als ik de deuren les doe, ja dan zingt iedereen. Feesten en drinken en roken en te laat. En half acht geen te wekken. Feesten en drinken en roken en te laat. Wat man weer op te trekken. En nu de breddeloos verleden, dus ik maar één ding op. Want wat er ook gebeuren mag, die streuten bouwen af. Ja jongens, fijn! Jongens, we gaan nog even met elkaar zingen. Feesten en drinken en roken en tot laat. En van je 1, 2, 3, 2! Feesten en drinken en roken en tot laat. Om half acht geen te wekken. Feesten en drinken en roken en tot laat. Wat man weer op te trekken. Kom maar! Feesten en drinken en roken en tot laat. Om half acht geen te wekken. Feesten en drinken en roken en tot laat. Wat man weer op te trekken. Feesten en drinken en roken en tot laat. Om half acht geen te wekken. Feesten en drinken en roken en tot laat. Wat man weer op te trekken. Dames en heren, een applaus voor Jesse Boy! Waarschijnlijk de enige hier die nog geen druppel alcohol op heeft en nog geen sigaret gerookt heeft. Maar de sfeer is er niet minder om. Dit was RTV Oost vanaf de bouwpakfeesten in Oud-Lutte. En heel graag tot volgend jaar. Jongens, wie waren de burgers? Bedankt en tot volgend jaar. Hey, hey.